Hallo, nieuw week, nieuw me, nieuw year, almost nieuw year. Deze week wordt het nieuwe jaar. Oh my god, dit wordt de weekvlog van het nieuwe jaar. Bizar. I look like a queen. En dat voor geen reden. Ik ga namelijk derde kerstdag vieren met Anna en Nina. En dan gaan we gezellig cadeautjes geven. En we gaan de sushi mukbang opnemen. Helemaal leuk. Dus ik ben helemaal geflikt. Mooie jurk aan. Ik heb eronder nog een broek aan, want we gaan nog die sushi ophalen. Dus anders loop ik in mijn blote benen. Sexy as hell. Maar goed. De meiden komen er zo aan. Ik heb mooi mijn ogen schaduw. Ik twijfel nog of ik een eyeliner ga zetten, maar ik denk het niet. Doe ik oorbellen van Naked. Helemaal ready. Mijn kamer is echt één zooi. Dat is echt niet normaal. Dat komt echt door de feestdagen en weet ik het allemaal. Dat ga ik vandaag ook opruimen. En ik ga mijn koffer inpakken voor Parijs. En morgenochtend vroeg gaan Stan en ik naar Parijs. Zoveel zin in. Yay! Ik ben met... Kijk haar leren. Anne en Nini Weenie. Echt een molletje. Yay. We hebben net een... Nou, net vanmiddag. Een sushi mukbang opgenomen. Zo, 4 uur verder. Ja. Oeh, nice. 10 uur later. We hebben lekker zitten wijden, chillen, heerlijk. Derde kerstdag. Helemaal net flikkie. En nu weer lekker truitje aan. En ik heb een heel leuk cadeautje aan Nina gegeven, maar ook voor mezelf. Ik denk dat Nina er nog blij mee is als ik. We hebben namelijk allemaal leuke setjes van... Nou, ik denk, Nina is er sowieso blij mee. Kijk, hoe heet het nou? Sportsetjes, ik weet niet Able of Beable. En ik heb dus mijn eigen linkjes, dus je kan in de beschrijving checken en dan kan je via mijn links... Kijken. Dit waren onze favorieten. We hebben allebei 2 setjes. Helemaal leuk. Die is van jou. Nu kan ik ze eindelijk passen. Ja, ze hebben nog niet gepast. Ze wil de hele avond al passen. Ik wil passen. Welke ga je beginnen? Ik begin met de zwarte, denk ik. Oké. Okay. Setje met lange mouwen. Heel mooi. En van achter heb je zo'n leuke nog Able staan. Ja, dat merkje staat erop. Maar jij bent wel bekend met dit merk. Ja, ik heb er wel 2 setjes van, maar ik vind ze gewoon helemaal top om in te sporten. Ja. En... Met zo'n achterkantje. Dus komt je kont heel mooi uit. Oeh. Hij is goed. Oké, okay, ik heb dit setje. Mooi. Kijk, draai eens om. Hele mooie bovenkant ook. Laat hem zien. Laat hem aan. Ja. Eerst, nou, doe maar het setje aan. Ja, ik ga eerst het setje aan. Ik heb dit setje met lange mouwen ook. En van achter heb je dus zo'n open rug. Oh, fucking mooi. En hij heeft ook zo'n hele mooie ding bij je bil. Ga je billen helemaal mooi uitkomen. En ik heb allebei maat S. Je hebt alles in XS, toch? Ja, klopt. En ik heb alles in M. Nee, de topjes heb ik in S. Oh, top is S. Want... Ik heb allebei M. Ik zit al even aandoen. Wat echt, want ik heb al 2. Kom eens, Twinnie Winnie. Winning is winning. Hey. Helemaal leuk. Zit die bij jou goed? Ja, perfect. Maat M is helemaal top. Ja, bij mij ook. Ieder. Dus hiervoor, dus een soort lucht... Ja, maar dat is ideaal hoor, want dan... Achter, maar ik heb nu een BH, maar dat zou ik met sport eigenlijk niet doen. Ja, dan moet je iets anders voor vinden eigenlijk. Ja, ik doe altijd gewoon pets of zo en mooie S. Ja, dikke billen. Zo'n mooi sportlichaam. Ik vind hem echt... Ik had nog geen zwart. Nee! Ik heb nog geen zwart, dus dit is nee. Perfect uit. En zwarte legging is altijd fucking chill. Ja. Oké, okay, volgende setje. Ik heb dus eigenlijk precies hetzelfde, maar dan in het kort. Oh, ik mis hem. Kijk, dit is gewoon een precies hetzelfde, maar dan eigenlijk de zomerversie. Want ik vond deze zo leuk. Ik dacht, ik wil hem meteen allebei. En in een korte broek. Dus ja, maar ik ben kijk, ook heel benieuwd naar. Heel leuk. Ik heb heel leuk deze merken. Broek. Een keer een ander kleurtje dan, normaal. Dan normaal. Maar hierachter zit hij zeg maar een soort van bij je bil zo. Dus dan komen fucking je billen sexy. Wat meer uit. En er zitten soort stipjes op. Dus dat is echt super leuk. Heel leuk. En dan met dit topje. Een soort van crop top idee. Ja. Dat heb ik nog niet, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga me aantrekken. Ik ook. Ik kan het dus ook gewoon zo combineren, omdat het dus hetzelfde is. Oeh. Het is heel chill. Maar ik vind die lengte van het korte broekje heel goed. Ja, dat is ook wel leuk. Helemaal niet te kort of zo. Nee, ik vind het ook wel leuk. Voor je zo. Oké, dit is het volgende setje. Ja. Nou, ik vind dit echt top. Ja, ik vind het ook heel leuk. Lekker als je in de zomer gaat hardlopen of zo. En ik vind het leuk dat het kan mixen en matchen, want ja. Het is hetzelfde is. Voor je zomer is dit heerlijk voor je sportschool. Het is fucking heet natuurlijk. Ja. En ik vind deze kleur ook helemaal top. Heel leuk. En die achterkant met dat detail. Ja, die zit hier echt een soort van... Heel mooi. Dat zit ook heel lekker. Ja? Ja. Hij is echt een soort van second skin, ja. Lijkt het wel. Alsof hij gewoon... Heel mooi. En het topje zit eigenlijk ook heel lekker. Alle 2 XS volgens mij. Maar dan kan je ook gewoon een sport bij onder. Ja. Zoals zeg maar wat ik heb.
Ja, dat is denk ik beter hoor. Ik heb nu een soort push-up bij aan, het zit best wel strak. En zo. Dus dat ga ik niet aan doen dan, maar... En de linkjes staan in de beschrijving, dus wil je weten welke we hebben, staat allemaal in de beschrijving. Ja, let's go. Niet doorschijnend sowieso. Hij moet ook wel ruim genoeg zitten hoor, want... Genoeg elastisch. Ik heb dan een XS, maar dat heb ik normaal met broek helemaal niet. Maar deze zitten gewoon goed omheen, direct gewoon lekker mee. Klopt. Dus gewoon kijken wat er een beetje bij lichaam was. Maar jij hebt al dit uitgetest met squat en zo, dus een goed ja, merk, dit is een heel goed merk. Ja, hij schijnt totaal niet door, het is een hele dikke stof. Ja. Dus dit is helemaal top. Ja, heel fijn. Ja, en bij jou toch ook? Ja, ja zeker. Schijnt ook niet door of zo. Helemaal blij mee. Joe, dat wordt een 2022 sport van mij. Zeker een aanrader. Alrighty, het is inmiddels alweer 10 uur. Ik ga nu snel de weekvlog editen. Ik heb al mijn spullen ingepakt. Voor Paris, wee wee wee. En ik ga nu snel editen. Ja, dat is mijn focus. Ik zit lekker te editen in mijn bed. Ga best wel goed. Ik ben bijna klaar. Ik denk dat ik wel ga redden voordat ik naar Parijs ga. Hier gezellig de lampjes aan in mijn kamer. En van de week, ik ben nu de vlog aan het editen van vorige week. Dus dat ik naar Düsseldorf ging. En dat het kerst was en zo. Echt zo'n leuke week. Deze week ook weer echt een hectische week. Morgen dus naar Parijs. Dan in het weekend hebben we oud en nieuw. Het wordt echt weer zo'n leuke week. Wat een leuke week allemaal zeg. Echt zo leuk het jaar afgesloten. Bizar. Ondanks dat er gewoon een lockdown is. Echt alleen maar leuke dingen. En dan, ja, ik ben echt zo excited voor het nieuwe jaar. Ik weet niet. Ik heb echt het gevoel dat het gewoon mijn jaar wordt of zo. En ik ga er ook gewoon alles aan doen. Dat het mijn jaar wordt. Ik ga nog harder werken. Ik ga nog meer video's maken. Ik ga nog meer leuke content maken. Ik ga mezelf verbeteren en professionaliseren. En met mijn afstudeervoorstel ga ik dus ook afstuderen op mezelf. Waardoor ik meer onderzoek wil gaan doen naar hoe ik echt verder wil met YouTube en zo. Dus daar heb ik echt fucking veel zin in. En ja, ik weet niet. Het wordt het jaar dat ik ga afstuderen. Dat ik hopelijk in Amsterdam een plekje ga vinden en daar ga wonen. En een leuk werk dat ik heb door met YouTube en mijn stage gaan werken. Dus ik kan gewoon niet wachten op het jaar. Ik heb nog nooit gehad in mijn leven dat ik zo'n leuk doel voor ogen had. En dat ik zoveel zin had in het jaar. En gewoon echt zoveel leuke dingen heb in mijn leven waar ik naar uitkijk en waar ik plezier in heb. Zoveel leuke mensen om me heen heb. Fijne relatie, leuke vriendinnen. Echt zo fucking dankbaar. Zo dankbaar voor mijn leven en zo... Leuk dat ik het heb. Ik heb gewoon helemaal zin in wat er gaat komen allemaal. Dus ik vond het gewoon heel fijn. En zo dankbaar voor alles. En helemaal zin in. Maar ja, ik ga even snel verder editen. Ik moest gewoon even kwijt aan jullie. En I love you guys so much. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is 6:15. We moeten bijna weer gaan. Dus ik ga mezelf opmaken om... make-up inpakken en dan gaan we snel naar Schiphol. Oké, we zijn nu op Schiphol. We hebben een lekker Starbucks gehaald, lekker caramel macchiato. En ja, we zijn aan het wachten op de trein. Hoe laat is het nu? 10:50. Oh, dus hij is er over een kwartier al. Nou, helemaal chill. We zitten nu lekker in de trein. Wat, ja, chill. Ik had helemaal zenuwen en stress, want van de zomer hadden Stan en ik dat we naar Skintos vlogen en dat we dus niet mee konden met vliegtuig. Omdat we allemaal gedoe met die, hoe neem je dat ook weer? PDF. PLF. PLF. En ik had helemaal weer paniek, maar dit was gewoon te makkelijk voor leven. Je loopt letterlijk naar Tron en je kan 2 minuten voor tijd aanwezig zijn. En wij waren natuurlijk wel wat eerder. Je stapt in en je vindt je plek en je zit. Dus super chill. Binnen 3 uurtjes zijn we lekker in Parijs. Geen stress, we kunnen lekker achteruit zitten. Lekker filmpje kijken. Helemaal chill gewoon. Ik zag net dat ze ook gewoon een barretje hadden. En gewoon dat je eten en drinken kan halen. Super chill. We zitten nu lekker in de trein. En ja, je hebt gewoon geen stress met het vliegtuig. Je hoeft niet zwaar van tevoren aanwezig te zijn. Dus waarschijnlijk ben je nog wel sneller ook. En geen gedoe met verkeer, met parkeren in met de auto en zo. Dat heb je allemaal niet. Dus ja, ik vind het echt ideaal. Maar ja, naast wat chill is voor jezelf, is het ook veel beter voor het milieu. De Thalys is namelijk veel milieuvriendelijker. Met de Thalys reis je niet sneller en milieuvriendelijker, maar stoot je tijdens je reis ook 10 keer minder CO2 uit wanneer je met de auto gaat. En 70 keer minder dan dat je met vliegtuig reist.
is echt bizar. Dus ja, ik vind het helemaal chill. Ik heb het helemaal uitgevonden. En wij reizen vanaf Schiphol, maar je kan ook vanaf Amsterdam, Rotterdam. Hij gaat langs Antwerpen, Brussel en dan gaat hij naar Parijs. Dus ja, hij gaat echt om het uur ook. Dus lekker vroeg in de ochtend kan je en in de avond later terug. En ja, het is gewoon chill. Je hebt gewoon geen stress. Dus dat is voor mij echt ideaal. Ja, we zitten er nu net in. Nou, echt ook alweer 10 minuten. Dus ja, helemaal chill. Oké, we zijn aangekomen. We zijn nu bij de trein. Dus even zoeken, maar wel gevonden. We wilden eigenlijk even zo'n 3-daagse ticket kopen, maar we konden ook nergens vinden. Dus dat doen we in Parijs zelf wel. En nu gewoon een kaartje voor 2 euro. Maar we staan nu te wachten hier op de trein. Spiesjes. En we gaan naar de Airbnb. Ik ben echt super benieuwd hoe die uitziet. Oké, we zijn aangekomen hoor. Het is gelukt. We hebben net even onze koffers afgegeven. We kunnen pas om 2 uur inchecken. En we zitten heel dicht bij een park. Weet het nou? Ik weet niet. Oh, ik dacht dat je wist hoe het park heette. Nou, in ieder geval, nee. Maakt niet uit. Het valt best wel mee hoe koud het is. Het had wel een beetje een windje, maar ja. We gaan even een rondje lopen. Misschien zo even ergens wat eten. En dan gaan we gewoon rond 2 uur naar de kamer. Oké, we zitten nu even bij een restaurantje. Echt super cute. Echt een Frans restaurantje terwijl. Er staat een lekker cheeseburger. En ik heb een Frans uissoep. Yummy. We zitten leuk aan het straatje. We zijn even aan het kijken hoe het werkt hier met het OV en zo. Dat is wel handig. Maar we gaan eerst even lekker eten. Nou, we hadden net echt super lekker gegeten. Echt heerlijk. Het is nu 1 uur. We gaan even teruglopen en boodschappen doen op de kamer. En ja, kunnen we waarschijnlijk de kamer wel in. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Vanavond willen we misschien even naar het Louvre. Daar wat eten. Nou, we gaan nog even kijken. We hebben niet echt een plan. We denken, we gaan gewoon lekker doen wat we willen. Helemaal chill en het is echt super warm. Oh my god, het is inmiddels over 4 uur. Stan, ik heb even gechilled op de kamer en even omgekleed. Ik heb me even opgemaakt. Ik heb dit leuke topje aan van Naked. En dit topje is van Chiquelle en deze broek is ook van Chiquelle. Schoenen ook van Naked. Maar de kamer is niet heel groot. We hebben ook een andere kamer gekregen als dat op Airbnb stond. Maar ja, weet je, we zijn hier toch nooit. Gewoon een bed, daar de raam. Hier nog een klein balkonnetje. De badkamer is wel lekker groot. Hier zit een douche. En de wc. En hier... Wel. Niet! Je ziet jou ook niet. Wel. En hier hebben we een ding. Maar de spiegel zit zeg maar heel laag. Dus dan moeten we zitten. Want anders kan je jezelf niet zien. Wij gaan lekker op stap. We gaan lopen naar het Louvre. Vanaf van ons hier is het 25 minuten lopen naar het Louvre. Zullen we daar even gaan kijken. Leuk. En dan gaan we nog een leuk... Ik zoek om te eten, dus het wordt helemaal gezellig. Het is inmiddels 4:30. We zijn nu even aan het lopen. Lekker even de stad aan het bekijken. We zijn nu zo aan het lopen. Volgens mij zijn we nu bij de Seine, die rivier. Wat is daar? Maar het is echt zo geweldig weer. Kijk hoe mooi de zon ook is. Echt perfect. Het stond eerst dat het zou gaan regenen, maar gelukkig niet. Nou jongens, we zijn nu net als bij de Louvre en we zijn hier op echt een superleuke kerstmarkt beland. Ik wist helemaal niet dat het hier was. We hebben even lekker een nieuw wijntje gehaald. Echt super veel lekker eten en zo. Helemaal cute. En daar is zo'n reuzenrad, daar gaan we gewoon zo meteen ook nog in. En we hebben nu even zo'n lekkere tosti besteld. Dat gaan we even lekker opeten en dan gaan we vanavond ook wel uit eten. Maar even een lekkere snack tussendoor. We zitten nu in het reuzenrad. Het waait hier echt tegen. Oh my god, ik vind het best wel echt. En nou, het is best wel raar, want je gaat dus gewoon met de onderkantkoppel erin. Het was wel jammer. Het was wel jammer. Maar kijk, daar is de Eiffeltoren. Cool. Echt mooi om de stad zo te zien. Het is lijp hoog, hoor. Ja.
waren net. Waar waren we net? Bij de Louvre. En vanaf Louvre zijn we gelopen naar de Champs-Élysées. Dus een super grote winkelstraat. Nou, echt super leuk om te zien. Dus we gaan hier even een beetje rondlopen. En misschien ondertussen, als we misschien een leuk restaurantje zien, gaan we daar eten. Maar ik ben niet echt haast of zo. We zijn gewoon lekker even aan het verkennen. Eindelijk bij een restaurant. Het is inmiddels 7:45. We hebben even een zoektochtje gehad. Maar we hebben echt iets super leuks gevonden. Hoe heet het eigenlijk? Ik heb echt geen idee. Corona. Ja, lekker restaurant Corona of zo. Nee, dat was die met die view. Het Eiffeltoren. Oh. Nou, het zit in ieder geval heel dicht bij de Eiffeltoren. Dus daar kunnen we zo meteen nog heen lopen. Het zit hier gezellig aan de straat. En hier zit het zo van binnen. Heel erg mooi, we hebben lekker een rood wijntje. We hebben allemaal lekkere dingetjes besteld, dus ik kon niet wachten op het eten. Oh my god, we hebben het eten. Ik heb een Caesar salad en een soort gebraden aubergine gebeuren. Stan heeft een mega entrecote. Super lekker. Lekker frietjes. Yummy. Oh, we hebben zo'n lekker toetje. Lekker crème brûlée. Dat is belachelijk. Het gegeten. Oh. Heerlijk. En we zijn bij de Eiffeltoren. Holy shit. Kijk hoe chic groot. Holy moly. We hebben echt fucking lekker gegeten. We gaan nu even... maar je kan ook niet hier zitten. Nee, daarachter wel. Echt chic, chic leuk. Nou guys, het is inmiddels 11 uur. We hebben net nog even ergens een cocktailtje gedaan. En hallo daar. Gaat u met de metro? We gaan nu met de metro terug. En de metro is echt ziek goedkoop. Echt, we moeten, nou gewoon met een paar haltes en zo, het is echt 1,90 per ticket. En je kan gewoon onbeperkt overstappen dan op 1 ticket. Dus echt een goede tip om met de metro te gaan. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Nieuwe day in Paris. Het is inmiddels 10:45. We zijn lekker een beetje gaan uitslapen en rustig gaan opstarten. Want ja, het regent ook, dus dat is helemaal niks. Mijn moeder had een wijk aangeraden, Saint-Germain, om leuk koffie te drinken en even wat ontbijt. Dus daar gaan we heen. We willen vandaag de Eiffeltoren op. We willen lekker gaan shoppen op de Champs-Élysées. Dus helemaal een leuke dag. Ik denk dat we aan het einde van de dag sowieso nog even terugkomen hier om weer om te kleden voor de avond. En even alle spullen hier te brengen, want misschien dat we wat kopen. Ik wil heel graag een nieuwe koffer, want mijn koffer is echt helemaal uit elkaar gevallen. En ja, dus we gaan lekker winkelen, lekker leuke dagje. Nu gaan we van bij het eerst. Ik heb trouwens deze beige blouse trui aan en deze pantalon. Dus dat is de outfit voor today. Oké, we zitten nu echt in een super schattig restaurantje. Nou, restaurant is best wel groot. Het stond helemaal rij, dus we dachten het zou wel goed zijn. Maar het is vertering duur, het is echt 8 euro voor één cappuccino. Maar ja, we hebben wel lekker eten besteld. We hebben allebei een croque monsieur en madame. Helemaal lekker. Dus Zona zit ook gewoon buiten, maar het is helemaal cute. Oh, we hebben lekker ons eten. Wat goed hè? Het ziet er echt fucking lekker uit. Nou, we gaan even lekker eten, jongens. Oké, we hebben net echt heerlijk gegeten. Het is echt een superleuk tentje. Het zat bij Saint-Germain. Het heette, dat weet ik niet meer. Maar we gaan nu een step huren. Want zie je overal van die stepjes. Hier gewoon, zeg maar, via zo'n app kan huren, soort van. En dan gaan we steppen naar de Eiffeltoren. En dan willen we dus op de Eiffeltoren. En dan gaan we daar een drankje doen, of weet ik veel wat. Dus helemaal chill. En dan gaan we daarna shoppen. En we hebben even een paraplu gekocht. Want het stort echt met buien. Maar nu is het gelukkig weer een beetje droog. Oké, we hebben een steppie gepakt. Helemaal grappig. Stan had alleen helemaal een verneus. Dus we gaan even een ander pakken. Maar ik ben helemaal benieuwd. Helemaal leuk. Oké, we zijn aangekomen bij de Eiffeltoren. Op de step. Was echt super chill. En ja, we willen helemaal naar de bovenste top gaan. Heel erg leuk.
staan nu in de rij om naar de Eiffeltoren te gaan. Maar wij wilden dus met de trap. Alleen we stonden echt half uur in de rij voor de lift, maar dan hadden we niet door. Dus dachten we, ja, dan gaan we maar met de lift. Want ik heb net een half uur staan wachten. Maar goed, ja, we gaan dus nu naar de lift, naar het midden en naar de top. Dus ik ben benieuwd en ik heb echt zo'n dorst. Maar goed, we gaan zo even drinken. Het duurt wel echt tering lang, dus het is een, iets waar je mee rekening moet houden. Oké, we zijn nu op de tweede verdieping van de Eiffeltoren. Holy shit. Check muziek. Groot allemaal. Echt fucking leuk om te zien. Echt heel ziek. En we gaan ook nog helemaal naar de top. Op de top. Holy shit. Het is best wel mistig, dat is wel jammer. Maar dat is echt zo hoog. Wat een fuck. Wat een wind. Nee, we zijn nu naar de eerste etage aan het lopen. Ik denk dat we ook helemaal, naar beneden gaan lopen. Wayo. En we willen nog gaan shoppen. En dat gaan we morgen ook nog doen hoor. Want we hebben morgen natuurlijk ook nog een dag. Helemaal leuk. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Wel jammer dat het zo waait en zo. Maar ja, je kan niet alles hebben. Oké, we zijn nu met de step naar de Champs-Élysées gegaan. We wilden hier eigenlijk gaan shoppen, maar we zijn zo moe. En mijn benen doen zo pijn. Ik moet even bij een tijdje zitten nu. Ik heb ook een lekker wijntje. En we hebben lekker kaas en worstjes besteld. Super lekker. Ik denk dat we morgen gewoon gaan shoppen. En dat we zo meteen naar het hotel gaan. Even chillen en het klaarmaken. En dan gaan we lekker eten. Oh jongens, kijk hoe die lekker. Yummy, genieten. Oké, het is inmiddels alweer bijna 8:30. Het is echt super laat. Ik heb het helemaal klaargemaakt. Opgemaakt. Yay. En we gaan nu op zoek naar een restaurant. Even lekker eten. En zien wat we vanavond gaan doen. Oké, we zitten echt een super lekker visrestaurant. We hebben hier lekker allemaal eten. En we hebben zo meteen nog meer besteld. Ik heb helemaal zin. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En het is de laatste dag in Parijs alweer. Maar we gaan vandaag lekker shoppen. Ik heb dit outfitje aan. Ik heb dit vestje weer aan. Omdat ik een heel leuk ander outfitje had gepland. Een truijurk met een panty. Alleen die panty was helemaal kapot gescheurd. Omdat ik niet door dat ik hem mee had genomen. Nou, vet dom. Maar goed, we hebben de spullen weer ingepakt. Het is nu 11:15. En nu gaan we lekker naar buiten. Even koffie halen. En dan gaan we naar de Champs-Élysées shoppen. Alright, we zijn net uitgecheckt. We hebben bij ons hotel even een koffietje gehaald. Dat komt daar, chai latte. We zijn nu even een stukje aan het lopen, de koffie aan het opdrinken. En dan pakken we zo meteen de step. En dan gaan we steppen naar de Champs-Élysées. Lekker shoppen! Ik ga sowieso weer naar de Sephora. Can't wait. We gaan even lekker chillen. Een beetje rustig aan, niet te veel willen. En dan rond een uur of 6 moeten we denk ik wel weer terug om voor de trein te halen. We zijn al een tijdje aan het steppen. We gingen net op zoek naar de Slotjesbrug, maar die bestaat blijkbaar dus niet meer. Echt super dom. Maar nu zijn we bij de Champs-Élysées, gaan even de step parkeren en dan gaan we lekker shoppen. Alleen aan het wachten op de stand is dat. Want zijn step deed het opeens niet meer. Heel raar. Maar het is wel leuk. We hebben ook Notre Dame gezien en meer van de stad. Dus het was wel even leuk om te steppen. Maar nu vinden we tijd om even te shoppen. Daar is die hoor. Nou jongens, we zijn nu bij de McDonald's. We willen gewoon even snel wat eten. Want we hebben hier weer uren op het terras te zitten. Want we willen ook gewoon lekker shoppen. Ik heb een cheeseburger, kipnuggets en een McMuffin. Dat is iets wat ik echt altijd al had willen proberen. Dus ik ben benieuwd. Oké, we hebben net geshopt. Ik heb lekker geshopt bij de Sephora. De stand heeft een hele leuke Nike Air Force gekocht.
Holy shit, het is echt ziek mooi weer. Ik ben helemaal overbelicht. Het is echt ziek mooi weer. Opeens heerlijke zon. We zijn nu eigenlijk een beetje op zoek naar een terras. Oh, oh wel. Hier hebben we nog een mooie view van de Eiffel Tower. We gaan even lopen en even kijken of we iets leuks vinden. We zijn weer terug. We zijn lekker op het terras. Helemaal gezellig. We hebben dus bij de beste bakker van Parijs of zo macarons gehaald. Dus die gaan we sowieso ook nog proeven. Dat is hier. We gaan hier even lekker een drankje doen en zo. Het is nu 4:15. Ik denk dat we hier tot ongeveer 5:30 kunnen zitten of zo. Dus dat is wel chill. We gaan lekker chillen. Lekker de dag afsluiten. Oké, okay, we gaan de macaron proeven. We hebben even lekker een glaasje champagne. Het ziet er echt zo mooi uit. We hebben ook voor onze ouders of course een paar meegenomen dat die kunnen proeven. Ze hadden alleen niet zo heel veel smaken. Oh mijn god, het is helemaal door elkaar. Kijk hoe lekker. Yeah. Oké, wat was nou die bestseller? Die allebei die rode en die donkere. Deze? Ja. Zullen we deze proeven? Allebei. Ja. Cheers. Heel lekker. Super. Gewoon zacht, niet zo fluffy. Hard. Fluffy. Heel fluffy. Niet zo'n hard ding. Ja. Heel lekker. En het was 10 voor 25 euro. Dus op zich is duur. Maar valt het wel mee voor als je echt zo'n goeie macaron wil. Heel lekker. Ja, met chocola of zo. Een beetje koffie. Ja, just die koffie volgens mij. Die koffie. Heel lekker. Oh, we hebben even lekker wat eten. Ik heb lekker crepes, dus dan heb ik een pastaatje. Maar we gaan het een beetje delen. Dat is super lekker. Alright, we zijn nu aangekomen op de treinstation. Ik heb lekker Starbucks gehaald. Starbucks! Lekker karamel macchiato. We zijn lekker op tijd, want we hadden geen zin in last minute train missing. Dit is ook de laatste trein, hè? Dus stel we ja, dus stel we hadden... Oké, maar we gaan even naar de trein lopen. Nou guys, we zitten eigenlijk al heel lang in het Thalys. We zijn eigenlijk alweer bijna op Schiphol. Ging echt super chill. Ik heb lekker La Casa afgekeken. Echt wat een geweldige topserie. I love it. We worden opgehaald door Nina en Anne. Echt super lief. En ik kon niet wachten om bed in te gaan. Ik ben helemaal gesloopt. En een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En het is 31 december. Dat betekent de laatste dag van 2021. Bizar. Ik moest vanochtend gewoon huilen. Van geluk. Gewoon. Ik had echt even zo'n geluksmomentje van wow. Ik heb zo'n bizar jaar achter de rug. Zoveel leuke dingen mogen meemaken. Zo gegroeid. Als persoon. Als met YouTube en mijn werk. Ik heb zoveel mooie kansen gekregen. En ik heb alleen maar zoveel meer zin in 2022. Volgens mij heb ik dat deze vlog al gezegd. Of vorige week vlog. Maar ik wil vooral echt jullie bedanken. Want jullie zijn echt een groot deel. Waardoor mijn jaar echt een van de beste jaren ooit van mijn leven is. Misschien wel het beste jaar. Ik kan gewoon niet wachten op 2022. Ik heb zoveel energie en zoveel positieve vibes. Dat ik denk, ik heb er gewoon zoveel zin in. En ja, ik wil graag die positiviteit met jullie meegeven. Vooral omdat het gewoon een moeilijke tijd is. En laten we elkaar gewoon helpen. En ik zie er gewoon niet uit. But you know, we don't care. Anne en Nina komen zo meteen ophalen. En ik heb al mijn spullen voor oud en nieuw helemaal ready. En ja, ik kan gewoon niet wachten op dit jaar. Het wordt zo een fucking leuk jaar. Echt. Ah. Ik heb ook zoveel zin in oud en nieuw. Vandaag wordt echt een leuke dag. Dus nou, jullie gaan het allemaal zien. Ik heb trouwens gisteren nog wat cadeautjes. Nou, cadeautjes voor mezelf gekocht. Bij de Sephora heb ik de Better Than Sex mascara gekocht. Van Too Faced. Die schijnt fucking goed te zijn. En ik heb een mooie bronzer van Anastasia gekocht. En ik heb hier ook de blush van. Daar ben ik fucking blij mee. Dus ik heb nu ook de bronzer ervan. Oké, jongens. Het is inmiddels alweer bijna 5:00. We zijn helemaal geflikt.
We hebben ons helemaal oud en nieuw ready gemaakt. Opgemaakt. Ik heb weer dit geweldige glitterpak aan. Meiden, wat hebben jullie aan? Kom eens, even laten zien. Waar is die camera? Daar. Oh. Ik heb een glitterbroek aan. Nogal. Van Logisch. Heel mooi. En een blouseje, gewoon zwart. Heel leuk. En mijn oorbelletjes. Fem heeft een mooi groene jurk. Ik heb haar make-up ook gedaan. Moeten jullie kijken, mooi. How beautiful. Ik doe mijn haar op haar. Deze hou ik morgen. Tadaam! Woo! En Nien, moet jij nog even laten zien? Een glitterjurkje. Hij is een beetje over. Oh. En met een blazer. Ja, maar gewoon met... Ja, maar goed. Wat minder naakt. Maar die gaat wel uit deze avond. Kan het nog hebben? Ja. Gast. Waar de fuck zijn mijn AirPods hoesjes? Hoesje bedoel ik. We zaten ook net echt met z'n vier zo als een of andere groupie op te maken. Echt hè? Tot zo. Jongens, we zijn bij Bo. En ze hebben het zo mooi versierd allemaal. Dit is toch geweldig. Mooie tafel. Happy New Year. Lekker dinner met de girls. Oh, wat hebben we lekker eten. Dat kan daar nog. Oh, ik heb lekker benam. Truffelpasta. Frietjes, aardappelfrietjes. Wat een genezing. Zijn in. Helemaal lekker, joh. Oeh. Ja, tuurlijk. Oké, guys. Ja, kom. We zijn bij de party arrived. Mijn tas. Oh, die is hier. Ah, ik heb mijn hakken veel te strak gedaan. Kutzooi. Oh, nee, dit moet stop. Jongens, ik ben op een oud en nieuw feest. Maar dat wisten jullie al. Die ben niet, maar het is bijna 12 uur. Elf vloggetje. Alweer zondagavond. Het is het nieuwjaar. Ik ben gisteren echt gewoon niet eens bed uit geweest. En vandaag heb ik ook niet veel gedaan. Ik moest bijkomen van het feestje. Was wel overigens echt super gezellig. Ja, het is alweer 2 januari. Ben hier gezellig met Stan. We gaan naar beneden even een oliebol eten. Ik heb nog niet eens een oliebol. Wij gaan meedoen aan Dry January. Dus we gaan de hele maand januari niet drinken. Ik ben echt benieuwd. Ik heb dat wel eens vaker gedaan in april. Maar dat was eigenlijk helemaal niet chill. Want dan scheen de zon en wilde je leuke dingen doen. En weet ik het allemaal. Dus nu is het eigenlijk een betere maand. Dus spannend. We zijn net lekker in bad geweest. Skincare routine gedaan. Maar ik denk dat ik hier ook meteen de vlog ga afsluiten. Het was echt een superleuke vlog. Ik ben naar Parijs geweest. Lekker oud nieuw gevierd. Dus ja, het was echt een super week. We gaan weer lekker het nieuwe jaar in. Maar ik ga vanaf niks meer boeiend moeten doen. Dus ik kan maar beter lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie de vlog heel erg leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren natuurlijk. En me te supporten. Wil je nou meer van me zien? Check dan mijn Instagram. Het is @sarahvoort. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!